Ook woensdagochtend was het weer een drukte van belang bij de bus van Skill Shimano. En dat was voor een groot deel te danken aan Kenny van Hummel. De sprinter blijft maar bergetappes overleven en dus blijft ook de aandacht enorm. Wat doet dat met Van Hummel? Ik doe gewoon mijn voorbereiding en interviews en straks starten. Ik ben vooral met de start bezig, want het is gelijk bergop. Dus daar ben ik eigenlijk het meeste mee bezig. Het is wel veel gekte elke dag, volgens mij. Dat is Tour de France. Ja, maar het is voor jou wel iets extra, denk ik, dan voor de rest. Ja, goed, ik moet misschien iets meer afzien. Dat zeg ik iedere dag. En we zitten er nog in. Vandaag is een hele belangrijke dag voor mij. En als ik er vanavond nog in zit, dan maak ik wel een hele grote kans om naar Parijs te komen. Ben je het met me eens dat het op papier eigenlijk wel de zwaarste is? Met vier eerste categorie bergen? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het zeker wel. Gisteren was ook een lastige dag, maar dan heb je twee cols. En na de laatste col naar beneden en naar finish. Dus in principe was dat een van de... was ook wel een lastige dag, eigenlijk alleen maar bergop of naar beneden. Maar goed, als je ook af en toe eens een keertje moet op het vlak moet stoempen in je eentje, dan maakt dat extra zwaar. Maar als je vandaag zo iedere keer op en af, ja, dat is zeker heel lastig. Maar ja, goed, iedereen moet er overheen. Ja, is het een hoop op een mooie, mooie bus ergens achteraan? Ja, daar hoop ik iedere dag op. Maar ik zit nu wel heel dicht bij die gasten die er af moeten. Ik moet er iedere keer net ietsje eerder af. Maar ja, ik ga daar vandaag gewoon weer proberen om daar weer in te komen. Maar ik weet wel dat het moeilijk is. Maar ik herstel wel oké. Dus we gaan het wel zien. Is het zo dat jij beter wordt en zij slechter? Dus dat jullie elkaar steeds meer tegenkomen? Ja, ik begin wel steeds beter te klimmen. Alleen als ik steeds beter begin te klimmen en de rest neemt af, dan kom ik in de buurt. Dus we wachten het wel af. Heb je er zin in? Ja, nou, weet je, zin. Ik heb wel leukere dingen meegemaakt, maar goed, het is niet meer dat ik er heel erg bang voor ben. Ja, de wind wel, hè?